Momenteel rijden we in de Renault Clio RS Gordini en op zich verschilt dat model niet veel van de Renault Clio RS. Het Gordini pakket dat staat voor een beetje uiterlijke opsmuk, een witte voorbumper die Formule 1 style is vormgegeven. Twee witte strepen over de wagen en een typerende blauwe buitenkleur. Aan de binnenkant vinden we een iets sportiever interieur terug, maar daar blijven de veranderingen dan ook bij. Jammer genoeg, want motorisch hadden we toch iets specialer verwacht. Onder de motorkap heeft Renault namelijk dezelfde 2 liter grote benzinemotor gebruikt als bij de Clio RS. Die levert 201 pk en die sprint van 0 naar 100 in 6,9 seconden. Dat zijn natuurlijk schitterende prestaties, maar van het Gordini pakket hadden we toch net iets meer verwacht. Nu, een hot hatch die moet niet alleen sportief zijn, die moet ook dagelijks bruikbaar zijn. Dat was zo de filosofie ervan in het begin toen de hot hatches gemaakt werden. En deze Clio RS leent zich daar perfect toe. Het motorblok is zeer bruikbaar als je normaal wilt rijden. Als je bijvoorbeeld bij 3000 toeren schakelt, dan verbruikt de wagen ongeveer 8,2 liter en dan gedraagt hij zich heel normaal. Wie het sportief wil, die kan alle 200 paarden volledig gebruiken en tot 7000 toeren doorgaan. De wagen accelereert dan echt zeer snel. Je voelt dat je in je zetel achteruit gedrukt wordt. En dan is het wel een zeer speels blok. Waar hij misschien op dagelijkse bruikbaarheid iets minder scoort, dat zijn 3 kleine puntjes. Ten eerste de looks. Hij ziet er nogal extreem uit en dat wordt niet overal in dank afgenomen. Verder is nog het feit dat deze wagen ook redelijk hard rijdt. Het wordt nooit echt storend, maar zeer comfortabel kunnen we het niet noemen. En het stuur is ook vooral afgesteld op sportieve prestaties, dus het voelt een beetje hard aan. En het is een zeer precies stuur, maar misschien niet voor dagelijks gebruik, omdat ook de draaicirkel redelijk groot is. Het Gordini pakket valt natuurlijk vooral op aan de buitenkant. Je krijgt een schitterende blauwe kleur en 2 witte strepen. En op zich is dat misschien iets te opzichtig voor ons, maar goed, het staat hem wel. De achterkant die bestaat uit 2 dikke uitlaatpijpen en een diffuser. En die zien er echt wel mooi uit. Aan de zijkant zijn er ventilatiemonden die eigenlijk geen nut hebben, maar ze passen wel bij het geheel van de wagen. En ons testmodel staat ook nog eens op blauwe velgen, die we misschien zelf niet zouden aanduiden op de optielijst. Aan de binnenkant heeft Renault bij de Gordini-uitvoering van de Clio RS gezorgd voor een schitterend sportstuur, ook met blauw-witte striping. Er is een nummerplaatje, wij rijden met de 815e Renault Clio RS Gordini. En voor de rest alles is wat in het blauwe thema, de stoelen zijn blauw-zwart, het interieur is schitterend afgewerkt. Alleen het dashboard, er zijn misschien naden die de indruk wekken dat er een leren dashboard is, maar eigenlijk zijn die naden gewoon door kunststof getrokken. Misschien een beetje vreemd, maar goed, het oogt wel mooi. De Clio RS is echt een wagen met een zeer hoge funfactor. Je stapt in, je voelt die zetels met zeer veel zijdelingse steun. Dan start je de motor en hoor je een mooi motorgeluid, als je een beetje gas geeft natuurlijk. En als je dan begint aan het betere bochten werken, dan kan het plezier niet op, want de Clio RS die kleeft echt aan de baan. Die gaat zeer vlot door de bocht. Het is zeer leuk om mee te rijden. Het is echt een hot hatch met een zeer hoge funfactor. Helemaal standaard kost de Clio RS 19.000 euro, iets meer. En voor het Gordini pakket betaal je zo'n 5.000 euro meer. En dat is echt al veel geld voor een beetje uiterlijke opsmuk en wat meer exclusiviteit. Wij zelf zouden dat Gordini pakket achterwege laten, 5.000 euro sparen en met een minstens even leuke wagen op pad zijn.